Hey, Bart Valkenier van maakitsmedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video opdracht 1: jouw superheld. Hoe pak je dat aan? Check de hele training op maakitsmedia.nl/slash Word. Ontwerp een A5-pagina waarin je vertelt over jouw superheld. Deze mag je helemaal zelf verzinnen of een held uit een film of wat dan ook. Het mag ook een bestaand iemand zijn. Formaat, nou, titel, tekst, woorden uitlichten en extra. Dit ga je allemaal doen en ik ga je nu in deze video laten zien hoe je dat doet. En eh, als je zelf aan de gang gaat, check vooral als je klaar bent de checklist. Of je alle vakjes kan vinken van, yes, dit heb ik gedaan. Eerst eens eventjes naar Word. En in Word, dames en heren, moet je als eerste juist de boel goed opslaan. Dus ga naar bestand, kies opslaan als... Eh, kies je liefst een cloud, een Google, en, en in ons geval van Talents, het beroepscollege in Zwolle, een OneDrive. En kies dan ook de goede map waar die terecht moet komen. Een goede naam en vooral ook docx en niet odt. Maar goed, eens even kijken wat we moeten doen. doen. Formaat, de pagina moet A5 en liggend zijn. Nou, A5 dames en heren is de helft van A4. Dit is een A4'tje. En als ik die door midden vouw, dan wordt het niet een A4, maar wordt het een... A5. En als ik die nog een keer in midden zou vouwen, dan wordt het A6 enzovoort. Enzovoort. Een steeds hoger nummertje, maar steeds kleinere bladzijde. En hij moet niet alleen A5 zijn, maar ook nog eens een keertje liggend. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je gaat hier in het lint naar indeling. Kies ik daar op formaat. En hier vind je allerlei soorten formaten. A5, A4 en A3. En je kan dus zelfs bij meer papierformaten helemaal precies je eigen. Breedte en je hoogte intypen. Dat je dat precies kan instellen. Maar wij kiezen hier voor A5. En dan wordt die de helft kleiner. Dat lijkt er niet zo op, maar is wel zo. En trouwens, in- en uitzoomen kan je heel makkelijk met je muis doen. Namelijk Ctrl en dan scrollen. En dan kan je makkelijk in- en uitzoomen. Een klein tipje tussendoor. Maar goed, we moeten hem nog draaien. Dan ga je naar Indeling. Afdrukstand. En dan kies je hier voor liggend. En dan hoppakee. Hebben we de pagina gefixt. A5. En liggend titel. Kies een titel voor je pagina, bijvoorbeeld: Mijn Superheld Is. Maak die dik gedrukt en een lettertype dat je mooi vindt. Lettergrootte van 18 en gecentreerd. Dat betekent in het midden van de pagina. En Mijn Superheld Is. Iron Man. Nou, ik kon even niks anders verzinnen. <laughs> ik heb bijvoorbeeld: Mijn Superheld Is uh, Iron Man. Die selecteer ik. En als ik het selecteer, dan kan ik hier al gelijk allerlei dingen aan de tekst aanpassen. En dit is hetzelfde als wat je vindt hier onder Start. Deze dingen vind je hier ook direct in de buurt van je muis terug. Dan hoef je minder je muis te bewegen. Dat is handig. Nou, dit is dik gedrukt. Dit is cursief. Dat betekent voor schuin. En dit is een streep te ronden. En nu zijn ze het alle drie, maar we moesten hem dik gedrukt. En ook nog eens een keertje in het midden van de pagina. En dat doe je hier. Dit is links uitlijnen, rechts uitlijnen. Dit is in het midden van de pagina midden uitlijnen, oftewel centreren. En we moesten ook nog eens een, keer een ander lettertype kiezen wat we leuk vonden. Bijvoorbeeld die van een jumble. En hoppakee. En wat we ook moesten doen was hem niet 12 punten groot maken, maar 18. Punten. Dus hier als ik het selecteer heb je eigenlijk dus de lettertype, lettergrootte en hier kan je dat ook nog aanpassen. Lettergrootte, dik gedrukt, schuin, streep eronder. En hier nog arceren of markeren heet het eigenlijk met een kleurtje erachter en hier nog tekstkleur. Maar goed, de titel is nu gefixt en ik druk nu op enter en nu staat mijn cursor in het midden omdat mijn titel ook in het midden staat. Klik ik hier op links uitlijnen en dan staat hij weer naar die kant en dan ga ik dus een tekstje typen. Nou, de tekst heb ik een beetje voorbereid. Hoppakee. Haha, ik heb een stukje tekst getypt. Nou, deze tekst, wat moeten we met de tekst doen? Terug naar de opdracht. Tekst. Schrijf een tekst van minimaal 100 woorden over je superheld. Vertel iets over een kracht, bla bla. Gebruik een ander lettertype dan je titel. Met een lettergrootte van 14 punten. Dus een ander lettertype. Deze is Jumbo. En dit is Aptos. Voor mij is dat een beetje de standaard woordlettertype. Dus ik ga eens even kijken of ik. Uh, ik doe Roboto. Roboto. En lettertype hoe groot moest die zijn? 14 punten. Dus dan heb ik hier 12 en dan maak ik dan 14 punten van. Oké, okay, toppie. Woorden uitlichten. Kies vijf belangrijke woorden in je tekst en maak deze opvallend door. Dus of dat bold of schuin, cursief en of geef ze een kleur. Nou, uh, bijvoorbeeld hier dikgedrukt, uh, schuin. Ik maak hem rood. Uh, harnas. Ik Kies gewoon een willekeurig. Doe uh, daar een streep onder, geef ik die een ander kleurtje. Um, uniek is wel een mooi woord, toch? Ja. Kies ik daar uh, blauw voor. En doe ik daar ook weer een streepje onder. Herkenbaar. Hoeveel woorden heb ik nu ondertussen gehad? 1, 2, 3, 4, 5 woorden heb ik nu een uh, kleurtje gegeven. En een beetje schuin en. Streep en zo. Nou, doen we die niet bold. Doen we die gewoon zo. Zie je? Dan heb ik vijf woorden eh, aangepast. En op die manier eh, komen ze, springen ze uit de tekst. Want kijk, kunnen we nog meer doen. Extra. Kies een achtergrondkleur voor je pagina. Voeg een pagina rand toe die je zelf op onderworpen. En maak de titel extra mooi. Nou, een pagina kleur, dames en heren, vind je bij ontwerpen. En hier pagina kleur. En dan vind je hier allerlei kleuren. Dus kan je een beetje lichtblauw maken. En weer bij ontwerpen vind je ook pagina randen. Dan heb ik hier bijvoorbeeld uh, kader. En kader is eigenlijk een fancy woord, een moeilijk woord voor rand. En dan kan ik die bijvoorbeeld uh, groen maken, maak ik die uh, dik. En dan uh, uh, nou, druk ik op uh, oké. Okay. En dan heb ik hier een pagina rand gemaakt. En ik kan de titel bij wijze van nog extra mooi maken. Bijvoorbeeld geef ik die uh, een kleurtje. En wat je kan doen bij start. Heb ik hier die tekst dus nu geselecteerd? Heb ik hier allerlei instellingen waar je titels vet maken of zo. Um, bijvoorbeeld deze. Maar je kan er ook bijvoorbeeld een schaduw achter gooien. En als ik er weer heen ga. Klik op schaduw. En dan kan ik hoef ik niet per se te kiezen voor een van deze standaarden. Maar ga ik naar schaduw opties. En dan kan ik hier bij wijze van kiezen voor een andere kleur. Dus ik wil bijvoorbeeld een. Uh, Oranje schaduw erachter, of oranje gloed eigenlijk. Kan ik hier bij doorzichtigheid, zet ik die een beetje lager. Maak deze schaduw een beetje hoger. Ga ik die nog wat meer vervagen. En dan kan ik de hoek nog een beetje kiezen. Nou, Je kan ongelooflijk veel kiezen van wat je er allemaal mee wil doen. Maar nu heb ik dus de titel ook nog een keertje extra mooi gemaakt. Allright, de checklist om te checken of we echt helemaal klaar zijn. Ik heb hier uh, papier is A5 en liggend de titel. Hij heeft dik gedrukt. De andere lettertype is gecentreerd in het midden en 18 punten groot. De tekst is 100 woorden, 14 punten groot. En ik heb 5 woorden er extra uitgelicht. En ik heb ook het extra nog gedaan door een, een achtergrondkleur te geven, een, een rand en nog een keertje extra schaduw, oranje schaduw gemaakt voor de titel. Dus deze opdracht is helemaal klaar.